U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Op de satellietfoto is geen bewolking te zien. Hier en daar drijft wel wat lage bewolking rond waar de satelliet gewoon moeite mee heeft. Dat lost geleidelijk aan op. Verder komt er ook nevel of lokaal nog mist voor. En ook dat gaat snel verdwijnen. Daarna schijnt de zon geregeld vandaag. Het blijft droog en vanmiddag lopen de temperaturen uiteen van 19 graden in het noorden tot zo'n 20 graden in het zuiden. Geregeld zon, droog weer en weinig wind ook nog eens. Heel rustig en zacht najaarsweer dus. Vanavond gaan de temperaturen langzaam omlaag naar een graad of 15. Komende nacht kan opnieuw nevel of mist ontstaan en koelt het uiteraard. Nog wat verder af. Dan gaan we naar morgen en nevel en mist zullen dan vrij vlot oplossen. Waarna de zon weer geregeld schijnt. We zijn wel veel sluierwolken. Dat maakt de zon een beetje waterig en de lucht minder blauw. Het is zacht 20 tot 23 graden en nog steeds heel weinig wind. Maandag verandert er weinig. Heel misschien in het zuidwesten een eerste bui. Dinsdag is die buienkans duidelijk wat groter. En dan gaat de temperatuur ook wat omlaag. Dinsdag zo'n 20 graden. En woensdag misschien op een enkele plek. Zoals net daaronder de wind draait. Naar een zuidwestelijke richting. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.